Hoeveel geld heeft de gemeente volgend jaar en wat willen we daarmee bereiken? Wat mag dat kosten en hoe wordt dat betaald? Over die vraag praten vandaag 35 raadsleden, verdeeld over 16 fracties. De Almeloze raadsleden komen met oproepen om geld te steken in betere fietsenstallingen, meer groen in de stad en doneringen voor statiegeldblikjes bij prullenbakken. En ja, ook in de lokale omroep. Allemaal leuke dingen voor de mensen, maar een donkere wolk boven de stad is de dramatische verslechtering vanaf het jaar 2026. Want vanaf dan krijgt Almelo zo'n 20 miljoen euro per jaar minder van het Rijk. Daarom gaat het vandaag ook over waarop je dan kan bezuinigen. Bijvoorbeeld op zorg en op jeugdhulp. De vergadering over de begroting voor 2026 wordt waarschijnlijk een stuk minder leuk. Maar vandaag zat de stemming er nog goed in bij de dames en heren politici.